Ik spreek deze meditatie in voor iedereen die zich onrustig voelt. Als er dingen gebeuren in je leven die niet fijn zijn. Op het gebied van je werk, relaties. Dat je niet goed weet welke richting je uit mag gaan. Als je ongemakkelijk voelt en je weet niet eens waar het vandaan komt, is oké. Je mag je ogen sluiten. Met je aandacht naar binnen gaan. Voel je voeten. Voel je benen op de bank of op de stoel of als je ligt. Voel de plekken waar je contact maakt met datgene waarop je zit of waarop je ligt. En ga met je aandacht naar je buik toe. En als je ademt, inademhaalt, dan zet je buik uit. En als je uitademt, laat je de adem als vanzelf gaan. Ontspan je buik zoveel mogelijk als je kan. Geef je buik als het ware over aan de zwaartekracht. Ontspan ook je kaken. Maak je ogen zacht. Je denken mag ook zacht worden. En hoe het ook maar voelt in je lijf met wat er allemaal gebeurt aan sensaties of emoties, kan je de zin herhalen? Ik ben veilig. En adem dan weer diep in je buik. En ontspan met de uitademhaling. Op dit moment hoef je even niets te doen. En als je denken er tussendoor komt die iets anders vertelt, is oké. Breng je aandacht weer met zachtheid terug naar de ademhaling. En de affirmatie, ik ben veilig. En laat die energie, die woorden, als het ware in je lichaam zakken. En als er een emotie komt of een spanning of onrust, laat het er zijn. Je mag het vechten loslaten, de strijd. Misschien ook heel subtiel onderdrukken van onrust. Dat je het lastig vindt om met jezelf te zijn, met alles wat er gebeurt in jouw leven.
Focus op de adem. Geef je lichaam verder over aan de zwaartekracht. Op dit moment mag je rusten, aanwezig zijn in het moment, is al genoeg. Met aandacht en liefdevolle warmte. Als een vriend of een vriendin met jezelf zijn. En dat je goed genoeg bent, het is helemaal oké. Sta toe wat je voelt. Geef er ruimte aan. Oefenen om met jezelf te zijn als er onrust is. Lastige emoties. Uitdagingen dit leven je biedt. Ben veilig in dit moment. Het mag helemaal zijn zoals het is. Niets te veranderen. Met elke ademhaling een beetje dichter bij jezelf. Verder zakkend in je lichaam, terwijl je zachtjes ademhaalt. Ik ben veilig. Ik ben veilig.